Goedemorgen, lieve vriendjes. Vandaag gaan we iets superleuks doen. We gaan het gezicht van mama tekenen. We gaan een portret maken. Wat heb je daarvoor nodig? Dat is 1. Stiftjes. En 2. Een ovenschaal of een ander voorwerp. Maar je moet zien dat het doorzichtig is. Je moet er door kunnen kijken. Zie, ik kan jullie nog steeds zien. Het moet doorzichtig zijn. Oké. Okay. Wat hebben we nog nodig? Een mama en het kindje natuurlijk. Ik ga nu eventjes alsof de mama spelen, want ik ben haar zusje. En ik ga de ovenschaal zo over mijn gezicht zetten. Oké, okay. En mijn zusje gaat nu mijn gezicht tekenen. Dus het gezicht. Kijk. De mond. Oh, ik moet zo kijken. Oh, de neus. Oei, 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 ik heb een dikke neus. Ik heb een dikke neus, ik heb een neus. Ik heb een dikke neus. Mijn ogen. Zijn die rood, mijn ogen? Welke kleur hebben mijn ogen? Goed. Mijn ogen zijn groen. Groene ogen. Oh. Groen zien jullie moeilijk, maar ik zal straks een fotootje trekken. Is mijn gezicht klaar? Nee. Nee. Wat mist er nog? Mijn haar. Pardon. Ja, mijn haar. En welke kleur is mijn haar? Bruin. Oh. Oh, wat mooi. Kijk, ik moet zelf niet meer naar de kapper gaan. Oké, en er mist nog één dingetje waarmee ik kan luisteren. Mijn oren. Kijk, ik heb een dikke neus en kleine oren. Oké, supergoed. Kijk, jullie het zien? Superleuk, het portret van mezelf. Lief mijn zusje, maar jullie kunnen dat thuis ook doen met mama. En vergeet zeker niet de verschillende delen van het gezicht te benoemen. De ogen, de neus, de mond, de oren. Oké? Ik ben benieuwd naar jullie resultaatjes. Tada!